Het is vandaag 18 februari 2013 en ik ben in het stadje Tholen en ik ben hier in de Hoogstraat. Hier voor mij is het Oude Raadhuis en daarnaast is de winkel De Vlinderbloem. En De Vlinderbloem, daar is van alles te gebeuren en te koop en te krijgen. Ga kijken. We gaan eens binnen een kijkje nemen. Wat zien we daar? Goedemiddag, ik spreek met Jacqueline Deurlo. Ja, dat klopt. En ik ben hier in de winkel De Vlinderbloem. Ja. In de Hoogstraat. In de Hoogstraat. In Tholen, hè? In Tholen, ja. En wat voor winkel is het? Wat doen jullie allemaal hier? Wat voor activiteiten? Nou, want ik sta hier nou bij de snoep. Ja, we hebben snoep in de winkel. We hebben leuke cadeautjes. Mm-hmm. We maken ook dingetjes zelf. Want mensen met een beperking, die helpen mij in de winkel. Mm-hmm. Dus dat maakt het wel speciaal. Ja. En we maken ook zelf wat dingetjes. Ze zijn nu toevallig ook bezig. Kunnen we straks misschien even kijken. En daarnaast hebben we gewoon een leuk assortiment aan cadeautjes. Ja, want hoe lang bestaat de winkel al? Ruim 3 jaar. 3 jaar alweer? Ja. Want, bent u ermee begonnen? Ja. Want hoe kwam je daartoe? Was je altijd al zo'n beetje... Ik wilde weer terug de zorg in. Ja. En, maar wel op een manier die bij mij past. Ja, ja. En toen diende deze gelegenheid zich aan? Ja, ja, dit pand stond leeg. Mm-hmm. En ik was dus op zoek naar een pand. Ja. En ja, zodoende gaan kijken. Er zijn heel veel mogelijkheden in het pand. Ja. Dus, en gekeken ook is er ook behoefte aan zo'n... Ja, maar dat moet je dan nog maar afwachten natuurlijk, ja. Hè? Ja. En hoe is dat gegaan? Ja, nou, mensen reageerden zo enthousiast dat ik eigenlijk in juni het idee een beetje overal gedropt heb. Ja, want je moet het laten weten natuurlijk dat je begint. Ja, en in november ben ik gestart. Ja. Dus dat is heel snel gegaan. Ja. En toen bent u om te beginnen alleen gestart, neem ik aan? Of, maar ja, je moet dan toch een soort plan maken, zeggen van hoe gaan we het aanpakken, hoe gaan we beginnen? In eerste instantie was het de bedoeling om een mini-supermarkt te zetten. Oh ja. Dus dat hebben we ook gerealiseerd in het begin. En dat was dan op de plaats waar nu de lunchroom is, had ik een supermarkt hoek, zeg maar. Ja. En hier stonden dan wat tafeltjes voor de lunch. Dus er is in die tijd wel een het een en ander veranderd. Ja. Ja, want het is eigenlijk multifunctioneel hier, hè? Er is ook een lunchroom aan, zoals je net zelf al zegt. Ja. Mensen kunnen gewoon hier lekker een kopje koffie drinken, een krantje lezen. Ja. Of een boek uit onze bibliotheek pakken om even in te lezen. Mm-hmm. En gewoon met een stelletje vriendinnen of een high tea doen. Dat gebeurt ook regelmatig. Mm-hmm. En dan maken we dus heel veel dingetjes ook zelf van. Oh, maar dat is een hele leuke bezigheid. En in zoverre, want je moet het natuurlijk allemaal laten lopen. Het moet, je moet elektriciteit betalen, waarschijnlijk huur voor het pand enzovoort. En dat gaat allemaal, dat je zegt, dat loopt, we houden nog wat over. We kunnen het draaiende houden. Ja, gelukkig wel. En dat hopen we ook nog te kunnen blijven doen. Ja, maar het is best wel uniek voor Tholen, hè? Er is niks anders zoals dit. Er zijn nog wel meer projectjes, maar echt in de vorm van een winkel. Mm-hmm. Nee, dat is er niet, hè? Dat is er niet echt in Tholen zelf. Maar je hebt een echt hele uitgebreide snoepwinkel. Wie komen ook veel kinderen zeker hier een snoepje halen? Ja, of, ja, en die gaan dan hier lekker uit die potten. Oh ja, kijk eens aan. Dan kunnen ze per stuk van alles. Ja, dat is helemaal mooi. Je hebt nogal een hele variatie. Ja. Ja. Ook tractaties maken we voor mensen die dus een verjaardagsfeestje hebben of willen tracteren in de klas. Nou, dat doe je ook. Dus allerlei tractaties proberen we dan te maken. En dat afgestemd op de wens van de mensen zelf. Mm-hmm. Nou, dat ziet er prachtig uit. En dan heb je, we lopen even zo door de winkel. Ja. Want dan komen we hier in een heel ander stuk weer. Dat... Ja, dit is meer het...
voor de toeristen, zeg maar, ja. De Zeeuwse hoek. Mm-hmm. We hebben hier dan ook nog wel de losse thee, die hebben we ook, oh, ja. Allerlei smaken. Ja. Ja. Ook heel, en dat heb je ook niet op heel veel plaatsen, dat je echt losse thee kan kopen. Het suikervrije snoep, zeg maar. Mm-hmm. En dan hier, ja... De Zeeuwse hoek. Dat zijn echt de Zeeuwse producten die we hier vinden? Veelal wel. Ja. Ja, Zeeuwse bieren, Zeeuwse wijn, likeurtjes, sappen, jammetjes. Mm-hmm. Ja, want... Wat toeristische dingetjes. Ja, maar je moet het niet onderschatten, denk ik. Hè? Want in het zomerseizoen, en vooral ook met de jachthaven hier, dan zijn er meer toeristen dan je zou verwachten, denk ik. Hè? Ja hoor, ja. Ja. En we hebben ook de VVV Volderpost. Ja. Dus mensen komen ook hier voor informatie. Mm-hmm. En we zijn het startpunt van Happen en Trappen. Oh ja, Happen en Trappen. Ja, dat is dus een culinaire fietstocht over het hele eiland. Ja. Daar is het startpunt dus hier. Oh ja. En dan worden ze over het hele eiland gestuurd waar ze... op verschillende plaatsen wat kunnen eten en drinken. Dat is leuk. Dus ja, dat zit hier dan ook. Dus ja. Daar heb je ook je aanloop van natuurlijk. Nou, de mensen kunnen ook leuke pakketjes samenstellen. Naar wens, wat ze willen. Ja. Ja, en dan hier leuke serviesjes. Ja. Ja, dat is gewoon een beetje het cadeau-assortiment. Ja, maar dan moet je allemaal wel weten wat je in je winkel zet. Dat is best moeilijk, denk ik, om ongeveer een beetje na te gaan. Ja, wat... ja dat groeit ook wel een beetje. Je leert het een beetje wat de vraag naar is. Ja. Ja. Ja, en soms koop je iets in waar helemaal geen vraag naar is. Nou ja, goed. Dus ja, dan... nou ja, dan komt het in de uitverkoop of zo. Ja, en soms koop je iets in en denk je van... En dat gaat dan weer, dus dat is afwachten. Ja, aldoende leer je natuurlijk ook. Zeker, iedere dag nog. Ja, ja. Ja, Jacqueline, regelmatig moet je natuurlijk in je winkel weer iets nieuws brengen. Iets nieuws wat weer een beetje anders wordt dan anders. En wat heb je hier nu? We hebben hier een Ottensine collectie. Ja. Uitgebreid nu met geurzakjes, spelletjes en aanzichtkaarten. Mm-hmm. We hebben al wat potten. En dat noem je de Ottensine collectie. Ottensine collectie, ja. En dit hebben we dan ook weer zelf gemaakt. Oh, dat hebben jullie zelf gemaakt? Ja, dit hier. Nou ja, hè, opgeknapt. Ja, 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 oh, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat maakt het dan juist weer zo leuk. Ja. Hè, dat het een stukje van onszelf is, zeg maar. En dat je dat dan weer zo leuk kan presenteren. Ja. Ja, het is een prachtige, prachtige onderneming, hoor. Ja, Jacqueline, we zijn nu aangeland hier in het lunchroom gedeelte. Ja. Hoeveel mensen kan je hier herbergen als het echt alles bezet zou zijn? We hebben hier ook wel eens maaltijden met de kerst en met de Pasen. Mm-hmm. En dan hebben we 40 mensen die we van eten en drinken. Ja, ja. En ja. Jullie hebben een eigen keuken ook dan? Ja, maar met de kerst word ik wel geholpen door medewinkels. Ja, natuurlijk. Ja. En wie komen dan al zo hier? Ja, veelal ouderen en alleenstaanden met de kerst dan. Ja. En normaal kinderen met gezinnen met kinderen. Mm-hmm. Ook jongere mensen. Mensen met een beperking wel, die gewoon wat jongeren die ook wel eens ergens wat willen drinken. Ja. In een café vaak te druk vinden of wat dan ook. Nou, die kunnen hier gezellig... Maar je hebt het hier heel gezellig gemaakt. Het ziet er heel warm en aantrekkelijk uit. Ja, dat is ook een beetje de opzet. Dat je gewoon hier lekker kunt gaan zitten. Een boek kan pakken waarin je zomaar nu even een poosje in kan zitten lezen. Ja. Je mag... Moet ik nog een spijsje? Kan ik gewoon blijven lezen? Ja, leest u maar rustig door, hoor. Ja hoor. Ja, ja. Maar... En daar hebben we dan de VVV. Boven die ding ook. Ja, en dit is een VVV-hoek. Dit is een VVV-hoek. Moet een beetje kleur hebben. Ja. Dit is, En hier kunnen mensen, of toeristen en zo, die wat meer over het eiland Tholen willen weten, die kunnen hier terecht voor allerlei informatiemateriaal. Ja, folder materiaal. Het echte VVV zit natuurlijk in Sint Maartenstijk. Ja, ja. Ik ben hier de folderpost en we hebben wat informatie, fietsroutes, wandelroutes van het eiland en van Zuid-Beverland, zeg maar. Ja. Beetje richting Bergen op Zoom. Ja. Echt een beetje in deze regio. Mm-hmm. Oh, mooi. Dan zijn we hier aangekomen in een hoekje waar alle zelfgemaakte spulletjes zo bij elkaar zijn gezet, hè? Ja,
De spulletjes die we samen met vrijwilligers dus en de mensen die hier werken. Ja, ja. Opknap, een beetje restylen en ja, verkoopbaar maken. Ja, ja. Dat is een prachtige bezigheid. Ja. En wie begeleidt ze daarbij? Veelal vrijwilligers. Dat zijn ook weer vrijwilligers die dat doen. Ja. Ja. Want ja, ik zie daar, nou draai ik me even om aan de andere kant in de hoek, zie ik een aantal mensen bezig met iets mooie poppen te maken. Ja, ja. Dat is dus zullen we iets dichterbij gaan kijken? Ja. Nou, we zijn hier nu aan de tafel beland waar handvaardigheid volop in bezigheid is. En Bernadette, die doet de begeleiding. En ik zie hier twee mensen heel actief bezig met prachtige poppen te maken. Bernadette, hoe zijn jullie op dit thema gekomen, op deze poppen te maken? Omdat we deelnemen aan de kunstroute. De kunstroute? Ja, en het thema is binnen de dijken. Mm-hmm. En we zijn nu met het project bezig van onze boertjes en boerinnetjes. Ja, die het hebben ervaren en hebben meegemaakt. Ja, 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 ja. En dan komt de hoofdmoot, de koningin komt op bezoek in Stavenissen. Dus er wordt één pop voor de koningin gemaakt. Ah. En is die al in ontwerp of die moet die is nog? In wording, die is in wording. Juist, juist. Kom, ja. Nee, naar de watersnoodramp toen. Hè, want we krijgen nu de koning. Bianca, je hebt later zo je voorhoofd. Nu zijn we een stap verder gekomen. Hier aan de tafel waar alweer een verdere hand wordt gelegd aan de mooie poppen. Ja, we gaan ons die dikke doen. Ja, die poppen worden dus, dat is gewoon katoen, en dat wordt gesteven, zodat het er ook echt op die manier uit komt te zien. En het zijn echt klederdrachten, Zeeuwse klederdrachten, wat ze aan hebben, Tolse. Dat gaan we een beetje nabootsen. Ja, 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 ja. Het is natuurlijk toch... Het is in ieder geval duidelijk dat we boerinnetjes zijn. Juist, precies. Ja. En ieder mag daar zijn eigen invulling aan geven. Ja. Eigen creativiteit in. Nou, dat wordt heel mooi, wat ik er nu al van zie. Ja, we zijn ook heel trots erop. Dat geloof ik. Ja. En die komen dan te staan voor de kunstroute hier. Ja. En dan kunnen mensen hier langskomen lopen tijdens die kunstroute. Dan is de zaak open. Ja. En dan kan men... Gewoon... met 29 en 30 april. Oh ja, juist, precies. Ja. Dat is ieder jaar, geloof ik, hè? Dat is ieder jaar. Ja. En er zitten waarschijnlijk ook weer een kunstenaar hier. Mm-hmm. Maar we hadden zoiets van, nou, we kunnen zelf ook met kunst. Een hartstikke kunstmaker zie je, hoor. Creatieve mensen. En Bernadette, doe jij dat vaker? Dit soort werk? Ja, sinds anderhalf jaar hier. Ja, maar... nou, dat is een mooie bezigheid, toch? Ja, dat is heel super. Ja. Ik had nooit verwacht dat ik het zo ontzettend leuk zou vinden met ze. Jacqueline, een vraag die ik je wilde stellen, want je hebt hier die dagbesteding, maar is daar nog ruimte voor meer mensen? Heb je daar nog gelegenheid voor? Ja hoor, er is nog wel wat ruimte. Voornamelijk aan het begin van de week, eind van de week zit het vrij vol. Maar de maandag, de dinsdag, de woensdag, daar is nog ruimte. Dus als mensen dit zien en zeggen van, oh dat lijkt me wel wat, neem gerust contact op. En dan komen ze vrijblijvend een kijkje nemen. En wie weet. Ja, ja, natuurlijk. Nee, maar dat is goed dat je dat zegt, dat die ruimte er is. En waar moet je dan, wat zijn de voorwaarden om daaraan deel te kunnen nemen? Indicatie dagbesteding. Ja, ja, dat moet eruit. Ja, jullie hebben ook vast een website, want dat is tegenwoordig vrij modern. Hè? Ja. Wat is de website? www.vlinderenbloemtolen.nl. Oké, we zullen het nog erbij vermelden. Is goed. Jacqueline, je vertelde me toen net dat je eigenlijk in het begin begonnen bent met een soort mini-supermarkt. Er is niet bar veel meer van over, maar die hoek daar die is nog intact. Ja. En dan heb je waarschijnlijk producten in zitten die over het algemeen het meest gevraagd worden. De vergeten boodschappen. Ja. Maar het is wel een kleiner onderdeel geworden van alle activiteiten, als ik het zo zie. Ja, als in eerste instantie de bedoeling is. Ja, ja, dat klopt. Ja, want zo is het natuurlijk voortdurend in beweging. Dat je zegt, elke keer passen we weer wat aan naar de behoeften. Ja, nou heb ik wel zoiets van, nou is het wel zo ik het... Zo wil ik het eigenlijk wel een poosje houden. Want de vlinderbloem, hoe ben je daar aangekomen aan die naam? Aan die naam? Ja, dat was...
ik wist gewoon niet hoe ik het moest gaan noemen. Uh-huh. Dus ik ben heel, heel stom. Gewoon het woordenboek heb ik opengegooid. Ja. En het eerste wat ik zag was vlinderbloem. Ja. En dat is dus een bloem die bestaat uit heel veel verschillende blaadjes, maar die samen één bloem vormt. Oh, ja. Ik denk, nou, eigenlijk werken we hier met heel veel verschillende mensen, mm-hmm, die samen één ding moeten vormen. Ja. Dus. Zodoende. Ik denk, nou, ja, oké, okay, dekt eigenlijk gelijk de lading. Nou, dat is een mooie pakkende naam, ja. En hij past helemaal bij wat ik hier om me heen zie. Ja. Ja. En wanneer is het idee van de zorg, van de zorg erbij gekomen? Nee, de zorg, dat is eigenlijk gewoon het hoofdbestand. Dat is het hoofdbestand, hè? Ja, ja. Ik wilde iets doen. Oh ja, daar ben je dus eigenlijk. En ja. daaromheen heb ik, hoe ze dat noemen, dagbesteding, ja, zeg ja. maar. En de mensen die hier komen, die worden hier 's morgens gebracht? Ja, ja. Veelal met taxi of met busjes. Mm-hmm. Een enkeling komt zelfstandig, ja. die in de buurt woont. En er wordt dus 's middags ook weer opgehaald. En die blijven dan van 's morgens tot de middag blijven ze hier. Ja, ja. En dan worden ze hier eten ze ook. En hier, ze eten ja. hier, ja. En ze worden om 1:00 of 4:00 weer opgehaald. Mm. En dan gaan ze weer naar waar ze wonen. Ja. Zeg maar. En de vlinderbloem, hoe vaak is elke dag van de week behalve zondag geopend? Ja, ja. Maandag tot en met zaterdag. Dan kan men hier zeggen van hoe laat tot hoe laat? Van 9:30 tot 4:30 door mm-hmm. de week en op zaterdag ja tot 1:00 of 4:00. Ja, ja, precies. Van 10:00 tot 4:00. Zeg. Mm-hmm. En heb je nog plannen voor de toekomst? Want we zijn bijna zo'n beetje uitgebalanceerd. We hebben alles op zijn plaats. Maar heb je nog andere plannen voor de verdere toekomst om nog iets te veranderen of uit te breiden of wat dan ook? Nou, het pand op zich leent zich nog heel goed om hier vooruit te kunnen. Ja. En de groepen kunnen. Er kan nog wel wat bij, maar mm-hmm. die zitten behoorlijk vol. Als ik 6 mensen heb, dan op een dag, dan is het eigenlijk wel, wel genoeg. Ja. Je moet ook iedereen aan het werk zien te houden. En dus op zich ben ik heel tevreden zo het nu gaat. Mm-hmm. En heb ik geen. Ja, ik ben ook nog maar 3 jaar bezig. Ja. In die 3 jaar. Maar hoe bevalt dat, het zelfstandig ondernemerschap? Want prima. Dat is natuurlijk toch wat anders dan, dan wanneer je in loondienst bent. Ja, dat is heel anders. Ja. Maar dat bevalt prima. Dat bevalt je goed, hè? Ja, ik heb er nog geen spijt van. Ah, dat is mooi om te horen. Nou, ik vond het heel erg interessant om te horen wat hier gebeurt en alles wat je met laat zien. Ik wens je erg veel succes voor de komende tijd. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Die is van Bianca. Mag ik pinnen? Ja hoor. En deze is van. Paulien. Nee. Deze is van Paulien. Wat is dat eigenlijk? Oké. Leuk, hè? Hij zit toch anders, hè?